voornamelijk voor comfy days shooten. Er is nu een showstop. Dan gaat het weer keihard regenen. We hebben ons broodje allebei een Italiano van Zero Zero. Ik zag dat ze deze op hadden gestuurd. Heel leuk. Hey guys, leuk jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Het voelt echt een tijd geleden dat ik gewoon weer mijn video op een maandag ben begonnen. Ik ga vandaag gelijk shooten. Ik heb echt super veel zin om weer te shooten. Ik heb eigenlijk sinds ik terug ben van Ibiza geen shoot gehad. Ik heb echt het idee dat het nu weer een beetje aan het lopen is. Ik heb namelijk heel veel shoots staan in augustus en september. Maar het komt natuurlijk gewoon omdat het vakantie is geweest. Het wordt vandaag letterlijk 30 graden. En ik heb mijn shoot maar voor 2 uurtjes. Ik ga namelijk voor comfy day shoot. Samen met Desiree. Zij is de fotograaf en ik heb al een paar keer eerder met haar geshoot. Dus we hebben voor 2 uur de studio. De Loft in Atelier Oost. Daar heb ik al een keer eerder ook geshoot. Echt een super mooie studio. Maar het wordt dus 30 graden en het is echt al zo heet in mijn kamer. Maar ik hoop dat het dus ook niet super heet is in de studio. Want ja, anders gaat mijn make-up er ook afsmelten. En dat ziet er ook niet zo goed uit. Gelukkig is het dus wel allemaal lingerie. Dus hoef ik geen warme kleding aan. En morgen ga ik denk ik naar het strand met waar morgen ben ik vrij. En voor de rest gaan jullie het gewoon lekker allemaal zien deze week. Ik heb echt heel veel zin om weer te vloggen en weer even in mijn routine te komen. Ik ga even laten zien wat ik aan heb en dan ga ik vertrekken. Oké, ik heb een jurkje aan van de Zara. Hij is dus eigenlijk een beetje te groot, dus daardoor heb ik hem nooit aangehad. Hij heeft een open rug en daarbij heb ik samba's aan, omdat het gewoon super heet is. En ik moet zeggen wat ik nu aan heb. Ik vind het echt niet leuk. Het is gewoon op dit moment het handigste, want altijd als ik lingerie ga shooten, moet ik eigenlijk voorkomen om lijntjes te krijgen als ik bijvoorbeeld in de auto ga zitten. Want dat is gewoon weer heel veel editwerk. Dus ik heb gewoon een jurkje aangedaan. Dat voorkomt gewoon dat ik lijntjes op mijn buik of zo krijg. Op dit moment is het makkelijkst. Trouwens, morgen komt er dus een bedrijf mijn Vinted kleding ophalen. En die gaan het dus voor mij op Vinted zetten. Dus er komen weer heel veel nieuwe items op Vinted. Ik heb trouwens hierachter mijn tas neergelegd. Ik heb deze tas gewoon gevuld met make-up. Mijn foam voor de zekerheid. Voor als ik klaar ben, misschien even een proteïnebar. En een body oil vind ik wel handig. Ik heb trouwens een roze dekbed. Die had Verlin gekocht. Het is echt het lekkerste dekbed ooit. Alleen dus niet met deze hitte. Wat ik dus ook niet heb verteld, dat is vorige week namelijk gebeurd. Verlin is voor 3 weken naar Amerika met haar vriend. Ik mis haar gewoon heel erg. En ik heb gewoon echt een mega goede band met Verlin. Ik vertel haar alles. En ja, het voelt toch wel een beetje als een leegte als zij weg is. En ik gun haar echt alles. Zeg maar, deze trip naar Amerika is insane leuk voor haar. En ik gun het haar en haar vriend zo erg. Ik moet gewoon heel even aan wennen dat zij er niet is. Want toch voelt het een beetje van vanavond komt ze gewoon thuis. Maar dat is niet zo. Vandaag dinsdag en gisteren had ik de hele dag geshoot. Ik heb voor de rest daarna helemaal niks meer gefilmd. Ik ben met Bart. Want we gaan eventjes een broodje halen. We zijn in Amsterdam. Hoe heet die plek? Zero Zero. Zero Zero. En daarna gaan we met Donna naar de IKEA, want Donna is net verhuisd en die belde ons van, ga je mee? Toevallig hadden we allebei vandaag een vrij dagje, dus we gaan dan met haar naar de IKEA. Wat spulletjes halen voor haar nieuwe huis. Oké, we hebben ons broodje allebei een Italiano van Zero Zero. Het is dus mega. Moeten we allebei plassen? Ja, top. Top. Wij zijn in de IKEA. Ja. We hebben eigenlijk nog helemaal niks. We hebben een deken voor Don. Een deken. Een mandje. En wat gereedschap. En we gaan nu even, wat gaan we eigenlijk doen? We gaan die kast kopen. Slaapje doen. Een spiegel. De spiegel gaat mee en de kast. En die gaan we in elkaar zetten. Ja. Yeah. Bart gaat alles in elkaar zetten. Ik ga het huis gewoon even. Dit is dat kleed. Wel een mooi kleedje hoor. Ja, zit het niet op de kamer? Zullen we die gewoon meenemen? Zullen we hem rond de cirkel? Heel mooi. Wat ik echt wil doen
is om uit te snijden. Ik heb dat gezien op TikTok. Donna en ik hebben deze vaas even samengesteld met neppe bloemen. Ik heb namelijk mijn vaas laten vallen. Oké, ik ben heel eventjes de auto halen, want Donna heeft een kast en een hele grote spiegel. Ik heb deze dus net allemaal gehaald, want deze had ik al thuis, alleen is hij kapot gevallen. Dus daar ben ik blij mee. Ik ga nu naar Donna en Bart rijden en dan gaan we mee naar Amsterdam. Ik ga wel langs Hoofddorp rijden, want ik ga mijn laptop halen, want ik moet echt mijn video editen. Dus ik ga niet echt helpen met de kast in elkaar zetten, maar dan ben ik er wel voor de gezelligheid. Want alles moet toch in de auto. Even kijken of überhaupt alles wel past. Donna en Bart hebben alles naar boven getild en ik heb de weg gewezen. Ze zijn allebei kapot. Maar we gaan nu even de spiegel uitpakken, want die hebben we dus. En dit is het kleed. Deze gaan we nu even uitpakken. Gaat het, Bart? Nee. Nou, hebben jullie even hard gewerkt? Ik denk dat ze echt een vier neus hebben. En die camera, die porno. En ik heb hard geëdit. En we gaan nu even... Niet zo giechelen. Je hebt gewoon geëdit, hoor. Dat is ook helemaal niet grappig. We hebben gewoon super veel honger. We gaan het eten. En Donna trakteert. Klopt. We zitten bij een spaghetteria. En we hebben allebei een Auriata. En Don, wat heb jij? Oh, hoe heet die? Kalfvlees. Oh ja. En alle drie appel. We zijn terug bij Donna thuis. Ik ben nog lekker aan het editen. Het is inmiddels 9:45. And they're still going strong. Insane, maar ja, ik heb wel mijn vlog af. Hey guys, het is vandaag woensdag. Echt, gisteren hebben we zo'n lange dag gehad. Op een of andere manier zouden Bart en ik eerst dus naar het strand gaan. Toen bleek het helemaal geen lekker weer te zijn. Toen belde Donna of we mee wilden naar Ikea, want zij zit echt midden in de verhuizing. Dus ja, natuurlijk willen we dat en willen haar heel graag helpen. Dus we zijn echt de hele dag in de Ikea geweest. Nou, ik dus niet. Bart en Donna hebben samen haar kast in elkaar gezet. En ik heb de hele tijd geëdit. En ik heb gewoon mijn vlog eindelijk een keer af. En ik word echt moe van mezelf dat het steeds niet gebeurt. Maar ik ga nu ook gewoon mijn video's voorwerken, want ik loop achter. Ik ga jullie niks beloven, want ik kan mezelf niet eens wat beloven. Maar ik probeer echt weer up-to-date te zijn met mijn vlogs. En gewoon regelmatig te uploaden. Maar ik weet niet wat het is. Ik zit niet meer zo goed in dat ritme. Ik heb dus net mijn video klaargezet. Thumbnail geëdit. Voorstukjes geëdit. En ik ga hem zo meteen online zetten. Ik heb me omgekleed naar mijn sportkleding. Eindelijk een keer, want ik wil ook gewoon weer gaan sporten. Hoeveel ik ook nog eigenlijk moet doen. Ik heb mijn Gucci TikTok geëdit, want ik had een Gucci Beauty TikTok gefilmd. Die heb ik net gelijk online gezet. En zometeen als ik thuis kom ga ik nog even een TikTok met Estelle opnemen. Ik heb de bloemen dus neergezet die ik gisteren had gekocht. Ik heb ze dus hier neergezet. Ik had namelijk eerst ook wel een leuke vaas. Die is eigenlijk minder leuk dan deze. Maar die is dus gevallen op een of andere manier. En ik heb ook gewoon bloemen erbij gekocht. Ik vind het wel cute zo. Mijn kaarsen zijn bijna op, maar op zich zie je dat niet zo. En ik had hier dus eigenlijk die bloemen in, die tasjes, maar ik vond het rommelig worden. Dus ja, ik heb het nu gewoon heel cute zo. En ik zeg het echt best wel vaak, maar dit kastje is echt ideaal voor van alles. Ja, ik heb hier gewoon te veel producten in eigenlijk. Dit is allemaal voorraad van alles. En daaronder zit ondergoed en sportkleding. Trouwens, super cute. Estelle heeft dus zo'n soort van garnaal knuffeltje voor me gekocht. Dat is zo'n winkel bij de Westfield Mall, waar ze dus allemaal van die sushi knuffels hebben. Maar ja, helemaal met beetje opgemaakt en ik was hier aan het editen en mijn video is dus nu aan het laden. Dus ja, als ik hiermee klaar ben, kan ik eindelijk gaan sporten. Nou, en tijdens dat ik wacht, ga ik jullie eventjes wat meer vertellen over mijn botox. Want het is vandaag 2 weken en 1 dag geleden dat ik het heb laten doen. Binnen 2-3 weken zou het echt goed inwerken. Zoals ik al zei, ik edit gewoon heel erg veel. Oh, wacht, ik moet even mijn video erin zetten. Ik kijk gewoon niet meer, zeg maar, gespannen tijdens het editen bijvoorbeeld. Vorige week had ik er echt last van. Want het voelde echt een beetje alsof mijn gezicht gewoon vastgelijmd zat. Dat voelde echt super raar. Maar dat gevoel heb ik gelukkig nu niet meer. En dit is dus ook hoe mijn lippen zijn geworden na de lippigmentatie. Ik moet nog wel eventjes teruggaan voor een touch-up. Dat is dan als je je lip hebt laten doen na 6 weken. Want dan zit het er echt goed op en blijft het zo lang mogelijk zitten. Ik weet niet hoe lang het blijft zitten. Maar ik ben wel heel erg blij. Ik schrok wel eventjes toen ik het net had laten doen. Het leek ook echt alsof ik botox had laten doen. Maar ja, mijn lippen hebben nu gewoon kleur van zichzelf. Ik heb letterlijk nu alleen lanage op mijn lippen. Maar dat is natuurlijk doorzichtig. Ik ben er echt heel erg blij mee. En Lien heeft voordat ze wegging lekker mijn wimpers gelift. Dus die lijken ook echt mega lang. Dus ik voel me weer helemaal fresh. En ik hoop dat ik dit gewoon een beetje bijhoud. Want dat scheelt gewoon heel veel make-up dragen. Ik wilde om 12 uur gaan sporten. Het is inmiddels bijna 2 uur. Maar ik ga tenminste. Ik ben blij dat ik ga. Ik heb dus misschien binnenkort een bikini shoot op Ibiza. En ik ga spijt hebben als ik me daarvoor niet goed in shape voel. Het is niet echt dat ik mega hard train voor zo'n shoot. Maar ik voel me altijd wel wat beter als ik mijn best ervoor heb gedaan. De hele outfit is van Yokaya
like always. Mijn tas ook, sokjes zelfs. En ik sport eigenlijk altijd gewoon op deze Nikes, want ja, ik vind die gewoon lekker zitten. Ik heb een haarmasker in en dat ga ik er vanavond lekker uitspoelen. Ik denk niet dat ik ga filmen, maar als ik wat film zal het denk ik op de loopband zijn. Ik sta in mijn sportbra, maar je zou het niet zeggen, alleen ik ben echt net terug van het sporten. Ik heb gelijk heel eventjes wat zweet van mijn gezicht afgehaald en een staart ingedaan, want ik ga even een video opnemen met Estelle op TikTok. Ik heb net een pakketje ontvangen en daar wil ik wat van aandoen. Dus ik ga het even aan jullie laten zien voordat ik me omkleed. Het zit in deze doos en het is ook best wel veel. Dit is hoe het heet. XUME. Ik denk Xume of zo. Ik weet het niet. In ieder geval, ik zag dat ze deze op hadden gestuurd en ik vond dit wel heel leuk. Vooral omdat ik een taste test ga doen. Dus oh, wat leuk dat dit ook op de achterkant zit. Niet mijn haar verpesten. Oh, die mouwtjes zijn alleen best wel kort. Ik denk dat ik dit wel even voor de taste test aan ga doen. Ik zal zo meteen even in de spiegel laten zien hoe het eruit ziet. Voor de rest hebben ze dus badpakken opgestuurd. Volgens mij kan je ze ook gewoon lekker dragen als een body. Maar kijk hoe cool. Ik vind dit heel mooi. Dan komen je boobies er een beetje aan de binnenkant uit. Deze. En dan ook in het groen. Kijk hoe mooi. Ik ga alleen niet meer echt op vakantie, maar we'll find a reason to wear it. En volgens mij is dit een badpak en bikini. Een beetje ingewikkeld. Dit bij de boobs. En dit als broekje. Nog een bikini. Deze. En ik ga even gelijk de koekjes laten zien. Oh my god. Nee, je moet jullie even op TikTok kijken. Dit zag er zo lekker uit. En ik heb de smaken zelf uitgekozen. Ik kan niet wachten om het te proberen. Ik heb het nog niet geprobeerd, maar ik ga het nu doen. Kijk, dit is de... Ja, het is een soort jersey. Alleen die mouwtjes zijn misschien niet helemaal voor mijn armen. Ik ben best wel lang. Maar we gaan wel een manier vinden hoe dit leuk te stylen is. Zometeen zie je alleen de bovenkant. Dus vandaar dat ik gewoon mijn sportkleding er nog onderaan heb. Hey guys, het is vandaag woensdag. Ik heb gisteren helemaal niet meer verder gefilmd. Ik was zo moe. En ik merk echt, ik zeg volgens mij, ik kreeg laatst een reactie dat ik altijd moe ben. Maar ik ben oprecht altijd moe. Ik weet niet wat ik heb. Maar deze dagen is het gewoon echt super heet. En ik heb 2 balkondeuren. En ook nog een heel groot raam. Waardoor het hier heel snel warm wordt. En ook weer heel snel koud is. Dus ik slaap gewoon heel erg slecht. Omdat het zo heet is. En ik kan dus niet de hele dag mijn rolluiken naar beneden houden. Want ik moet ook gewoon content filmen. En ik moet hem zo meteen bijvoorbeeld opmaken. Want ik heb zo meteen een afspraak in Amsterdam. Maar ik heb dus nu wel 2 rolluiken naar beneden gehouden en eentje dus open, omdat ik dus ook moet vloggen. Hoop dat ik vannacht wel beter kan slapen, want ja, ik slaap gewoon niet door die hitte. En ik ben iemand die niet zonder deken kan slapen, dus ik blijf onder mijn dekbed liggen die ik dus nu heb. En het is best wel heet. Dus ja, ik ga maar gewoon weer lekker sporten. Ik heb net ontbeten en daarna moet ik gelijk douchen, mijn haar wassen, want ik heb een afspraak in Amsterdam. Jeetje, het licht wordt alleen maar erger. Want mijn haar wordt gefeund. Echt super chill. Ik weet niet meer hoe het heet. Ik zal het hier neerzetten, maar ze wilde mijn haar feunen voor wat content voor haar eigen social media. Dus dat is super fijn. Het komt ook heel goed uit. Want ik heb morgen een shoot waar ik mijn eigen haar make-up weer voor moet doen. Ik moet ook 7:15 op de set zijn. Dus als mijn haar al een beetje gefund is, hoef ik alleen maar mijn ochtend nog aan te passen. Of een beetje een touch-up te geven. En hoef ik het niet helemaal opnieuw te feunen. Het is dus nu wat donkerder in mijn kamer. Maar dat komt dus omdat die rolluiken naar beneden staan. Ik heb dit aan van Yogaia. Like always. En mijn buik is nu echt gespierd. Ik heb gisteren dus mijn buik getraind. En je ziet het gelijk. Deze van Laneige heb ik dus gekocht op Ibiza. Ik ben echt een fan. Mijn lippen blijven gewoon heel lang gehydrateerd, zeg maar. En dit is de smaak of geur, wat het ook is. Vanilla. Super fijn. Ik zit in de auto. Ik ben helemaal omgekleed, gedoucht. Mijn haar is gewassen, opgemaakt. Het lijkt volgens mij dat voor jullie alsof ik niet sport. Maar ik vind het gewoon niet echt chill om te filmen daar. En ik heb echt even snel een workout gedaan. Op het matje voor mijn billen en mijn buik. Ik heb een proteïne shake gemaakt, want ik heb geen tijd om te lunchen. En I'm feeling hangry. Ik moet echt iets eten. Ik heb wel wat havermout erin gedaan, zodat het vult. Maar ik heb echt even een goede lunch nodig, want elke keer heb ik er gewoon geen tijd voor. Ik ga dus nu er naartoe rijden. Ik zit nu al hit in mijn haar, want ik heb het dus gewoon op laten drogen. En dan is het zo'n halve slag. I really don't like it. Ik ga dus nu mijn haar laten feunen. Echt super chill. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb geen idee hoe lang het duurt. En het is gelukkig ook niet heel ver. Ik heb jullie helemaal niet laten zien dat ik mijn haar had geverfd. Het was weer licht geworden door de vakantie, dus ik heb het weer donker laten verven. Maar op zich is het door het wassen al een beetje, ja, mijn eigen kleur aan het worden. Dus dat is beter, want het was wel echt mega donker. Het was eigenlijk gewoon zwart. Dat ging super snel. Ze heeft mijn haar echt heel mooi gefeund. Die voorplukjes. Het is echt een beetje zo'n natural
wave of zo. I like it. Ik denk dat ik het morgen gewoon zo hou. Ik ga nu echt eten, want nu kan ik het echt niet meer aan. Ik ga echt even een bagel maken. Oké, kijk alsjeblieft niet naar het bord. Ik heb mijn lunch gemaakt. Ik heb dit op dit moment echt zwaar nodig. Ik heb gewoon echt bijna niks gegeten vandaag. Oké, inmiddels is het wat later. Ik heb me omgekleed naar een joomiespak. Ik heb de hele tijd geëdit. Mijn selectie gemaakt voor de brandtrip foto's. Want ik had alle foto's aangeleverd voor de brands die zeg maar pakket bij ons hadden gekocht. Maar ik had ook nog heel veel portfolio foto's gemaakt. Die ik zelf nog heel graag wil posten en gebruiken en alles. Dus met die selectie ben ik even wat langer bezig. Morgen heb ik een shoot voor Kate June. Echt super veel zin in. Maar we starten om 7:15. Oh my god. Nu sta ik altijd op om 8:45. Dus dat is al een verschil. Maar ik ga ook mijn eigen haar en make-up doen. Dus dat betekent dat ik om 5:00 moet opstaan. Dus ik ga er gewoon om 10:00 s'avonds een slaappil in rammen. Want ik ben altijd best wel zenuwachtig voor dat soort dingen. Omdat ik slecht slaap. Dus ik weet niet zeker of ik genoeg nachtrust ga hebben. Dat ga ik 100% niet hebben. Maar als ik zenuwachtig ben, ga ik helemaal niet in slaap vallen. Dus dat moet ik niet doen. Ik wil jullie even wat laten zien van Vita Kruid. Want ik heb eindelijk een kortingscode. Ik had dus de hele tijd geen kortingscode. En jullie vroegen er steeds om. Dus nu heb ik die. Volgens mij is het Isabelle 10. En dan kunnen jullie eindelijk even met korting winkelen bij Vita Kruid. Ik ga jullie even mijn favorieten laten zien. Ze hadden wat dingetjes opgestuurd. Maar deze gebruik ik zelf altijd. Dit is mijn voorraadje, zeg maar. Ik heb echt een doos met allemaal voorraad. Hier zit het allemaal in. Ik heb ook best wel veel weggegeven, want het gaat nooit allemaal op. Dat is magnesium. Vitamine D3 slik ik eigenlijk altijd. En multivrouw nacht en multivrouw dag. Dus die multivrouw nacht ga ik vanavond eventjes nemen. Als je geen idee hebt wat je dus zelf dagelijks moet nemen en wat je tekort komt bijvoorbeeld, zou ik even de test doen. Je hebt een lange en korte versie ervan. Dus dan zie je gelijk wat je nodig hebt. Je hoeft niet eens alle supplementen te bestellen die uit de test komen, maar je kan op zijn minst misschien 2 eventjes proberen. En ik ga even een story maken, want ik heb een doos van Monday ontvangen. En het blijkt dus hele goede shampoo en conditioner te zijn. Ik heb het nog nooit geprobeerd, maar ik weet wel dat de flesjes super aesthetic zijn. Helemaal leuk toch om in je douche te hebben. Ik ga dit gelijk daar neerzetten, want volgens mij heeft hij van ons al op. En dan ga ik me even mentaal voorbereiden op mijn shoot. Good morning guys. Het is 6:15. Ik moet nu gaan rijden. Ik heb mijn wekker om 5:00 gezet. Want mijn shoot begint om 6:15. Ik heb gewoon gisteren om 10:00 slaappil genomen. En ik ben om 11:00 in slaap gevallen. Dus ja, ik heb nog wel genoeg slaap gehad. Moet ik even mijn lipliner opnieuw doen. Ik ga nu rijden en ik ben heel erg benieuwd. We starten eerst bij Wonder Experience. En dan gaan we nog 2 uurtjes buiten shooten. Ik weet niet wat de volgende locatie is. Maar ja, ik heb er wel zin in. En ik ben ook eigenlijk niet moe. Ik ga het even afkloppen. Ik ben wel gewoon uitgerust. Dus het valt eigenlijk allemaal wel mee. Hey guys, het is vandaag zaterdag. Ik heb gisteren helemaal niks meer gefilmd na de shoot. Sorry daarvoor. Ik heb ongeveer 4 uurtjes geshoot. Dus van 7:15 tot 11:15. En toen kwam ik om 11:00 thuis. En toen dacht ik, sorry, maar ik ga gewoon even mijn bed in. Dus om heel eerlijk te zijn, heb ik daarna nog eventjes doorgeslapen. Vandaag ga ik echt iets superleuks doen. Ik ga vandaag naar Kind of Music. En daar ga ik naartoe met Noortje. Bart en Charlotte gaan ook. Maar we staan helaas niet bij elkaar. Ik heb wel hele hoge verwachtingen. Maar als die verwachtingen misschien niet helemaal kloppen, vind ik het ook niet erg. Ik vind het al leuk genoeg dat ik er naartoe ga. Het is dus niet heel erg lekker weer en ze zeggen ook dat het gaat regenen. We staan wel voor een gedeelte overdekt volgens mij. Noor en ik gaan met de citycar van Verlien naar de pont. Zetten we hem daar neer en gaan we met de pont dus naar de locatie. En dan moet je nog een stukje lopen als het goed is. We gaan om 5:00 onderweg. Dus dat is over 1/2 uur. Ik ga nog heel veel eten. Mijn haar snel feunen en dan ben ik ready to go. Ik heb dit setje. Deze is van de Zara. Deze had ik ook aan bij Verbond. Maar ik vind het wel echt ideaal. Want het is dus niet te koud. Het is namelijk best wel een dikke spijkerjas. Maar ik heb wel echt een super kort rokje. Dus dat vind ik wel chill. En dan met boots eronder. Dus dat ga ik zo meteen even aandoen. Maar ik ga eerst mijn haar doen. Dit is mijn outfit. Dit hele setje is dus van de Zara. Dit jasje is trouwens van de mannen. Voor als jullie hem leuk vinden. Dan moeten jullie bij de mannen zoeken. Dat is van Telfar. En off-white laarsjes. En ik heb mijn haar dus stijl gefeund. Dat doe ik echt nooit. Want het blijft niet stijl. Maar ja, ik dacht, het gaat ook helemaal niet krullen, want het heeft geen zin. En ik heb trouwens deze vintage oorbellen en ketting om. Maakt het nog iets interessanter, zeg maar. Oké, we zijn naar de pont gereden. En het blijkt maar 2 minuutjes lopen te zijn
vanaf dan. Alleen er is nu een showstop. Nu niet meer. Nu niet meer. Maar over 3 kwartier weer wel. Dan gaat het weer keihard regenen. Dus ik denk dat het wordt sleekback. Weet je dat Harbour soms ook wel sleek? Ja, maar meer die make-up vind ik echt kut hoor. Ja, dat is wel... heb ik liever echt dat ik nu make-uploos naar binnen ga. Ja, ik denk ook dat ik het koud ga krijgen door de regen. Dit is echt... Dit is een moes in mijn halen. Moet ik die borstel gewoon lekker meenemen? Ik heb sowieso deze mee. Oh. Eten bij Jonah Juice. Ik heb voor het eerst een, nou, ik kan het niet laten zien, maar een tuna kado. Oh, jij hebt ook tuna kado? Heel erg benieuwd. En een sportshoes. Ik ben er een beetje stil van gisteren. We stonden niet bij elkaar, maar we hebben elkaar wel gebeld. Ja, ik had een story gelijk. Nee. Ja, ik zweer. Doe normaal. Ik zweer, ik heb een story gelijk. Nee, ik zweer. Weet jij dat? Doe hallo, dit vind ik heel cool hoor. Ja. Ik wil bewijs. Ja, ik word ermee wakker vanmorgen. Ik heb een huilen. Zal ik hem wel ook trekken? Wat? Misschien wat gewoon zo'n goede foto was. Het gaat wel stinken. Maar ja. Ik ga ook mee naar smeerbord. Oké, we hebben de citycar opgehaald, want die had ik gisteren laten staan in Amsterdam. We zijn langs voor geweest. Bart heeft een hele leuke trui gekocht. Ja. Laten we zo even zien, hè. En het is nu bijna 6 uur, maar we willen nog even een matcha halen. Eclair is tot 9 open. Ben je naar Eclair liever? Ja, die andere cafecito is tot 7 en de andere tot 6. We zijn bij Eclair en we hebben een matcha met aardbei. Heel veel zin in. Hi. Vorige keer had ik mango, maar ik denk dat ik dit lekkerder vind met aardbei. Ja, wel lekker. Een dikke slok arbeid. Ja, smaakvol. We zijn terug in Hoofddorp. Bart en ik hebben boodschap gedaan. En we gaan even een pastaatje maken. Nou, tenminste, Bart is het aan het maken. Het is hard bezig in de keuken. En we gaan denk ik een tomaten met burrata pastaatje eten. Hier is trouwens Bart's nieuwe aankoop. Mag ik het openmaken? Ik doe alsof het van mij is. Maar dat is het niet. Deze wil ik ook, man. Oh, echt een lekkere stof ook. Ja. Van Cole Buxton. Wat maat is het? Ik zo. Heel erg chill. Heb je er geen broek bij of zo? Zo. Doen we even, hè? Knik gedaan. Heerlijk. Hey guys, het is inmiddels een paar dagen later. Let niet op mijn gezicht, want ik heb echt last van een hooikoorts of iets. Ik ben alleen maar aan het niezen. En I'm feeling a bit sick. Maar het enige wat ik wilde zeggen is dat ik heel veel zelfpruimer op mijn hand heb. Ik wilde de video afsluiten. Ik ga vandaag mijn video editen. Hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet niet te abonneren, zodat jullie niks missen. En de video te liken. En dan zie ik jullie weer in de volgende vlog.